Oh, dit is... Wauw. Dit zijn de karretjes. Welkom, dames en heren, in de wonderenwereld van Harry Potter. We zijn vandaag in de Universal Studios. Jullie kennen deze Roblox-server wel. En ze hebben dus een update toegevoegd. Een Harry Potter wereld. Welcome to Hogsmeade. En ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik loop nu voor het eerst door deze Main Street. Ik zie natuurlijk de bekende Hogwarts-trein. En die brengt al Hogwarts Express natuurlijk. Ik moet het goed bij naam noemen voor de Harry Potter-fans. En ik zelf ben ook wel lichtelijk Harry Potter-fan. Ik ben er gewoon mee opgegroeid. En ik vind de films zijn geweldig. Ik heb de laatste drie in de bioscoop gezien. En ik heb de eerste twee gehad op videoband. Hoe oldschool wil je het hebben? Want ik geloof dat de eerste uit 2001 kom of 2000... Ergens toen begon Harry Potter en ja, je weet je bent er gewoon mee opgegroeid. Elke keer kwam er een nieuwe film uit, een nieuw verhaal en nu is het helaas gestopt. En nu moeten we genieten van Fantastic Beasts and Where to Find Them en binnenkort natuurlijk ook een nieuwe film, deel 2. Dan komt er een deel 3 en dan moeten we hopelijk gaan wachten op een nieuwe Harry Potter. Ik hoop het wel. Girls and Boys, hier kunnen we even een plasje doen. Nou, dat wil ik niet. Ik wil gewoon kijken welke attracties er zijn. Maar ze hebben dus dit niet toegevoegd aan hun bestaande pretpark, maar gewoon een complete nieuwe server gemaakt. Het is echt extreem gedetailleerd. Hier hebben we een restaurantje. Ze hebben hier ook drinks en desserts. En dan kan je lekker een toetje nemen of je kan wat cola nemen. Het is wel helemaal leeg daarachter, dat is jammer. Maar als je er tegenaan loopt, dan kan je dus zelf dingen kopen. Ik heb 25 van die coins, dus ik zou wat aan kunnen schaffen, maar ik wacht daar nog even mee. Ik heb nog geen honger, geen dorst. Dan hoef ik ook niet te plassen, dat scheelt weer. Nou, hier een leuk. Oh, dit is ook mooi gedaan, zeg. Allemaal van die geweien aan de muur. En daar zien we het kasteel. Dat ziet er wel fantastisch uit. Ik denk dat dat wel natuurlijk in miniatuurvorm is. Maar als je dichterbij komt, dan zal het waarschijnlijk wel groter zijn gebouwd. Het lijkt klein, maar volgens mij ziet het er aardig groot uit. Ollivander, hier kan je je toverstafjes halen. Die is helaas dicht. Jammer, want dat hoort er wel een beetje bij. Prullenbakje, Dervish en Banks. Wat hebben we daar dan weer? Leuk hoor, ik vind het heel leuk in elkaar zitten. Oh, kijk dan. Als je een heksenketel wil, of gewoon een ketel wil kopen, dan kan dat hier. Butterjuice. Oh, dat was het bier wat ze verkochten in Harry Potter. Hogsmeade, we kunnen daar naar links. En ik zie daar ook eventjes allemaal bordjes. Hier kan je dan bij staan. Oh, ik kan niet springen, dus hoe kan ik hier opkomen? Niet. En daar is het kasteel. En ik denk, de Forbidden Journey, dat de attractie is. Wait time 5 minutes. Dit ziet er wel fantastisch uit. Ik zeg het je eerlijk. Ik weet ook dat deze attractie in het echt bestaat. Ik heb al onderuit gekeken. Is alweer een tijdje geleden, maar waanzinnig. Het is gewoon echt waanzinnig. Serieus? Hoe moet ik... Oh, gelukkig. Ik dacht, het is dadelijk afgesloten. We kunnen er niet in. Maar blijkbaar kunnen we er wel in. Ik loop nu ook een stuk langzamer dan in de map. En daar zien we dan de expresspas en standby. Waiting time 5 minutes. We moeten 5 minuten wachten. Het is echt extreem donker. Maar het ziet er waanzinnig uit. Wow, is dat Vilder? Het zou kunnen. Of gewoon een enge tovenaar met een slang. Ik denk het tweede. We gaan hier door een lange duistere gang. En ik denk dat ik op in de kerker zit. Of in ieder geval op het verboden... Hoe heet dat ook alweer? De verboden gang? Ik geloof de verboden gang, dacht ik. Wat een details. En wat een werk zal je inzitten om dit allemaal te bouwen. Ik denk dat ze trots zijn op wat ze allemaal hier hebben gepresteerd. En dan heb ik het ook over de complete server. Want ze zijn zo groot aan het worden. Steeds weer aan het uitbreiden. Het is echt ongelooflijk. Het is gewoon heel knap wat ze allemaal doen. En dat is belangrijk. We lopen hier zigzaggend omhoog. En ik denk dat we daar dan de attractie in kunnen. Hé, zijn het niet die tuinkassen? Ja. Met die Mandragora heet dat zo, geloof ik. Die plant die keihard aan het schreeuwen is. Als je hem uit de wortels of uit de aarde trekt. Oh, daar zitten ze, kijk. In die potjes. Geniaal, ik vind dat zo schattig hoe die beesten zijn gemaakt. En ik heb ze toen in het Harry Potter Museum gezien in Utrecht. Ja, natuurlijk niet echt, maar een soort van. Het was een soort animatronic. Je kan dus een expresspas kopen voor dit park. 1 dag is 75 RS. Ik denk dat dit Roblox money is. Roblox geld. Dat is best wel prijzig voor 1 dagje. Maar, nou ja, goed. Ze willen misschien wel de geld verdienen, dat kan natuurlijk ook. Dat ziet er heel vet uit. Een heel mooi model. En natuurlijk, oh ja, wie gaat de beker winnen?
Wie staat er voor eigenlijk? Gryffindor staat wel voor, maar Swadderich die is ook wel aardig bezig. Ravenclaw helemaal laag. Of was dat geel? Wat was dat nou? Ravenclaw en... Oh, wat was die gele nou? Hufflepuff. Dat was hem. Jeetje. Hufflepuff. Oh, dit is de trap. De bekende trap dat je naar boven gaat. En daar is dan Perkamentus zijn... Zijn huis, zijn woning, zijn kamer. Laten we het daarop houden. En wat een lange wachtrij, maar het ziet er geweldig uit om zo door eigenlijk het hele Harry Potter kasteel, ik noem het gewoon het Harry Potter kasteel, om door heel Hogwarts te lopen. Bewegen die schilderijen ook? Oh, dat zou zo vet zijn. Die lijkt ook wel een beetje op Filder. Nou, dan gaan we hier doorheen. En wanneer krijgen wij die attractie te zien? Wat wordt het? Wordt het een achtbaan? Wordt het wel zo'n grote arm? Wordt het iets van simulatie of wat dan ook? Ik ben erg benieuwd. Kijk ook die details hier in die kasten. Boeken, ik zie kandelaren. Ik zie van alles liggen. Ik vind het super mooi gedaan. En die zit duidelijk inderdaad wel veel tijd in. Hey, daar zie ik Perkamentus. Kijk. Dat is mooi gedaan. Hij beweegt ook helemaal als een pop. Wauw, dit is echt super gaaf. Je moet je voorstellen dat in Roblox natuurlijk niet echt alles mogelijk is. Maar door dit soort projecten ga je twijfelen. Ja, wauw, dit ziet er echt waanzinnig uit. Kijk dan joh. Je krijgt gewoon een show te zien terwijl je hier in de wachtrij staat. Ik zie daar enge schedels. En ja, wat gebeurt hier dan weer joh? Het is gewoon een kamer. Oké. Ik weet niet of het iets gaat bewegen als ik hier loop. Ik val nu door de map heen. Ik weet niet waarom, maar ik val en er gebeurt niks. Ik denk dat ik hem moet resetten, maar dat kan dus ook niet. Dit is vreemd. Ik liep eigenlijk gewoon door een portaal heen. En ik had gehoopt dat ik iets kon doen, maar ik kan nu helemaal niks meer. You're in line. Wauw, dit doet hij allemaal automatisch. Ik heb dus eigenlijk helemaal de server opnieuw moeten joinen. En toen daarna, ik weet niet wat er gebeurt. Oh, oké. Ik moet een paar seconden wachten. Is dit een voorshow? Maar ik moest dus de server opnieuw joinen, omdat ik dus er doorheen was gevallen. Kan gebeuren. Misschien een kleine glitch. Misschien zijn ze nog mee bezig om dat te fixen. Maar nu ben ik dus wel op in de juiste server, want ook de attractie staat weer in een aparte server. Dus we hebben Hogsmeade, een server. Dan hebben we een server voor de wachtrij. En nu hebben we ook weer een server voor de queue. Voor in ieder geval het tweede gedeelte van de wachtrij. Ik zie daar de sorteerhoed. En zelfs de sorteerhoed beweegt en praat. Dat is vet gedaan. Echt super vet. Nou, daar zien we wat waarschuwings. Oh, dit is... Wauw. Dit zijn de karretjes. Dat is vet. Dat vind ik vet. Kunnen we hier gaan instappen dan? Oh, dit is gaaf. Dit is heel gaaf. Ik ga erin zitten. Oh, maar dit is fantastisch. Dit wordt eigenlijk een soort droomvlucht idee. En dat wist ik niet. Ik denk, het is een soort robotarm. Maar voor mij wordt het ook misschien nog wel een robotarm. Het is vrij donker ook. En ik zie een spiegel. En moet je dan wat zien? Oh, ik zie mezelf ook. Gezellig. Ik hoor Hermelien praten. 1, 2, 3. Wow. Wow, dit is vet gedaan. En als ik nu zo in die attractie zit, heb ik zoiets van... Oh, nu moet ik echt de attractie een keer gaan proberen. Wow. Wow. Dit is apart. Hey! Dit is echt heel bijzonder. Dit heb ik nog niet eerder gezien in Roblox. En super gaaf hoe ze dit hebben gemaakt met foto's. De foto's vertellen een filmpje. Want in Roblox heb je niet echt dat je filmpjes kan laten afspelen. We komen nu in een scène. Ik kan het niet goed zien. We zitten op de brug. Wauw. Dit is grandioos. Wow. Ik zit mijn ogen uit te kijken, dames en heren. We zien mieren. Oh, wacht. Zijn er misschien spinnen? Juist. Aragog heet die toch?
En Ron houdt er niet zo van die spinnen, dat weet ik wel. Wauw, dit is echt heel vet. Komen we nu in het verboden bos? Zou best kunnen. Nog meer spinnetjes, hier en daar. Het is erg donker. Oeh, de beukwilg. Ja. Oh, die is ook echt aan het beuken, joh. Kijk dan. Heel vet die beweging ook. We krijgen een filmpje te zien. Harry Potter op zijn bezemsteel. En dit is ook heel vet gedaan, hoor. Ik vind het knap hoe ze dat allemaal doen. Volgens mij zit hij dan in een soort greenscreen hal. En dan zit hij dus op zo'n bezemsteel. En dan kan hij... Ja, dit is zo'n machine en die laat het helemaal bewegen, hè. En dan lijkt het net alsof hij echt aan het vliegen is. Als natuurlijk die greenscreen veranderen met special effects. Dan is dat natuurlijk echt grandioos. Maar hoe vet zou het zijn als je jezelf terugziet in de film. Dat je gewoon aan het vliegen bent op zo'n zwerkbalveld. Nou, dat is geweldig, toch? Daniel Radcliffe. Oh, dementors komen nu ook. Kijk eens even. Allemaal enge geluiden ook. Het zijn wel 2D-models, maar dat maakt niet uit. Ze heeft het goed laten bewegen. Heel gaaf. Gewoon die details, die zijn belicht in deze attractie. Maar ik zou deze attractie echt wel een keer in het echt willen doen. Als ik dit zo zie... Ik kan me niet meer herinneren hoe die attractie ging. The Forbidden Journey. Want ik dacht dat het een soort van... Dat je in dat mijnkarretje zat. Dat je dan zeg maar... ja... Van die bank natuurlijk. We hebben het gehaald. We moeten naar een gat toe. Jeetje, oh, we gaan naar het kasteel. Kijk dan. Dat blijft ook gewoon een prachtig kasteel. En volgens mij bestaan er een aantal torens die staan in Schotland. En de rest is volgens mij allemaal erbij geplakt met videobewerking. Oh, kijk nou. Wow. Dat is vet gedaan. Die poppen waren echt mooi. En dan komen we terug. Schitterend. En vergeet je persoonlijke eigendommen ook niet natuurlijk. Nee, zeker niet. Ik neem ze mee. Wat een avontuur zeg. Dit is echt, echt geweldig. Zo, ik ben uit de attractie. Het duurde even met laden. Maar dan hebben we ook wat. En hier kunnen we dan lekker wat shirts kopen. Allemaal Harry Potter artikelen. Ik vind het echt superleuk gedaan. Dit is echt een hele mooie toevoeging van Universal. En voordat wij gaan afsluiten wil ik eerst even iets belangrijks doen. Er was namelijk nog een andere route. En dan moest je hier naar rechts. Ik weet niet wat daar precies is. Dus we gaan dat even uitzoeken. Dan moeten we eventjes inderdaad bij die Butterjuice. Moeten we hier even erin. En misschien is het wel een uitkijkplekje of zo. Loopt het gewoon dood. Oh, het loopt gewoon dood. Maar het is wel echt heel mooi om hier even om je heen te kijken. En natuurlijk ook het mooie kasteel te zien. Waar we net doorheen liepen. Wat een fantastische uitbreiding. Mensen, laat vooral even een duimpje achter voor deze waanzinnige uitbreiding. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Want in de volgende aflevering ga ik met Hessel weer eens even wat leuks bezoeken. Tot de volgende keer. Doei doei!